wat is de bedoeling vandaag? Om je kennis te laten maken met de producten Made in Genk. En daarom wil ik eigenlijk het gedeelte hier ook zo kort mogelijk houden. Ja, flitscamera's staan hier niet. Fantastisch, ik was hier nog nooit geweest, dus ik wist niet dat hier bestond, zo'n ruime testbaan. Dus het bord wat ik daar straks zei, minimum 160 per uur, is toch wel redelijk uniek. Nu gaan we dus op onze handlingbaan. Dus een baan die in het milieu van autoontwikkeling, ook bij andere merken, wereldberoemd is. Fantastische wagen. Dan gaat alles gewoon naar wens. Ja, u doet dat heel goed. Ik ben er geslaagd. Ik zou zeggen, u mag mijn chauffeur regelmatig zijn als u wilt. Ja, de politiek weet het nooit. Hè, dus, Ja. Ik zou nu heel graag een rit aanbieden, maar dan niet als bestuurder, maar als bijrijder van een van mijn professionele piloten. Geen superpiloot zijn om met zo'n auto te vlot te rijden. Maar dit is wel vrij vlot, vind ik, ja. Die opent meestal. Ja. Hoe lang is het hier al? Gisteren al. Dat is al op meer dan een paar weken. Ja. Of wij zijn er dus. Ik denk dat het belangrijk is dat hier veilige, goede wagens worden geproduceerd. En ik heb dat nu zelf mogen ondervinden achter het stuur. En met de testpiloot, die dacht op een bepaald moment, die wagen die gaat de bocht niet houden. Maar dat is hier schitterend gelukt. En ik ben zeer blij, niet alleen met het feit dat deze wagens hier worden geproduceerd, maar ook nog een testbaan van deze omvang met mensen die die wagens testen. Het is een zeer aangename en positieve ervaring.